Het eerste fietsje wordt na één dag al ontdaan van de zijwieltjes. In de beleving van Twan is het dan geen fiets. En hij gaat het gewoon proberen zonder zijwieltjes. Het spreekwoord aldoende leert men, is Twan op het lijf geschreven. Onverschrokken rijdt hij de dijk af, zonder dat hij weet waar de remmen zitten. Dat betekent wel dat je dat op moet lossen. Maar daar laat Twan meteen al zijn oplossend vermogen zien. Hij rijdt nadat hij de dijk is afgesjeest, niet de grote weg op, maar stuurt de fiets een boomgaard in, alwaar hij zich laat vallen. Je ziet, er zijn niet in alle gevallen remmen nodig. Al jong gaat Twan met zijn ouders mee naar de BMX-baan in Amersfoort. Omdat zijn 4 jaar oudere broer dan al actief is als BMX'er. Twan laat daar zien dat hij een echte doorzetter is. En hij neemt zijn kansen waar om op het parcours te kunnen komen. Het is dus moeilijk om hem van het parcours af te houden. Vliegen met een fiets, dat staat hem zeer aan. Uiteindelijk moet zijn moeder hem loslaten. En zo gebeurt het dat hij op 4-jarige leeftijd al op het parcours rijdt. En direct lid wordt van de in 1983 opgerichte fietscrossclub Amersfoort. En zo mag Twan deelnemen aan de eerste wedstrijdjes. Op zo'n jonge leeftijd al weten wat je wil en laten zien dwingt natuurlijk ontzag af bij de tegenstanders. En zo gebeurt het dat de kleine Twan verschillende prijzen in de wacht sleept. Bij het eerste wedstrijdje pakt het meteen goed uit voor de 4-jarige. Hij gaat er direct met een beker vandoor. Hij behaalt een 3e plaats. Hij heeft tijdens zijn eerste wedstrijd wel geluk. Het deelnemersveld bestaat slechts uit 3 deelnemers. Maar zonder geluk vaart niemand wel. En de beker geeft Twan vleugels. Vele wedstrijden volgen. En Twan gaat altijd om te winnen. Hij heeft zijn sport gevonden. Twan beseft maar al te goed dat je ervoor moet blijven gaan, wil hij steeds in de prijzen vallen. Hij moet voldoende kunnen trainen en op jonge leeftijd komt hij op het idee om thuis een crossbaan na te bootsen, zodat hij elke minuut goed kan besteden. Je hebt tenslotte geen reistijd, je hoeft geen tas in te pakken, immers alles wat je nodig hebt ligt binnen handbereik. En als je hard valt, is er gelukkig altijd je moeder. Moeder Klaasien moet er wel even over nadenken. Maar ze offert haar bloementuintje, waar ze jaren aan gewerkt heeft om het tot iets fraais te maken, op. En zo kan er met hulp een heus baantje gecreëerd worden. Er verschijnt een grote kraan van een firma met dezelfde naam. En zo komt op aanwijzing van Twan onder andere een hoge startheuvel tot stand. Twans droom komt uit. Hij is in zijn sas met zijn banen, rijdt dagelijks vele malen over het zelfbedachte en gemaakte Veldrielse parcours. Twan wil speciaal op de start trainen, omdat daar winst te boeken valt. Ook het beter kunnen nemen van heuvels kan vaker geoefend worden. Ook zijn vrienden genieten van zo'n uitgelezen kans om te klauteren, te klimmen en te crossen. Al hadden sommige ouders daar wel hun bedenkingen bij. Het was in hun ogen een gevaarlijke onderneming. Maar gelukkig zijn het mooie tijden zonder dat er schade wordt opgelopen. Twan oefent zelf veel en de intensiteit van de trainingen wordt goed opgebouwd. De trainingsarbeid wordt afgestemd bij de leeftijd van Twan. De BMX-sport vraagt namelijk veel van lichaam en geest. Zonder steun van ouders, andere directe betrokkenen, clubtrainers en de vele vrijwilligers die de club een warm hart toedragen, kom je er niet. Maar de jaren maakt Twan mooie vorderingen en zijn resultaten blijven dan ook niet onopgemerkt tijdens de regionale wedstrijden. En zo gebeurt het dat hij in 2009 onder de vleugels komt van de nationale BMX-selectie. Dan gaat de sport een nieuwe dimensie krijgen. Er moeten hogere doelen behaald worden. Trainingen worden geïntensiveerd en de materialen worden professioneel. Er komt heel wat meer bij kijken en dat vraagt ook het nodige van de thuisvrouw. De ouders werken er hard voor en zijn druk in de weer, onder andere met het brengen en halen
wedstrijden bekijken en zo meer. Twan op zijn beurt werkte evenzo hard voor en waardeerde bijdragen die zijn ouders leveren. Ook is hij blij met de steun die hem her en der geboden wordt. Twan neemt niet alleen, maar geeft middels het verzorgen van clinics en het geven van trainingen aan jonge BMX'ers terug van wat hij al die jaren zelf geleerd heeft. Hij moedigt ze aan om jong te beginnen. Kinderen leren door te zetten en de motoriek wordt goed ontwikkeld. Twee wezenlijke elementen om de BMX-sport te kunnen beoefenen. De BMX-sport is een spectaculaire sport en de scheidslijn tussen entertainment en gevaar is uiterst dun. De sport is explosief. 40 seconden, crossen, sturen, springen. Twan kijkt op een nuchtere manier naar de sport en zegt: je kunt de gevaren nu eenmaal niet uit de weg gaan. Als je wilt winnen, moet je risico's nemen. Dat hoort bij deze sport. Het blijft dan ook niet uit dat er regelmatig valpartijen zijn. De ene keer met een wat heftigere afloop dan de andere keer. Twan is daar ook niet van gespaard gebleven. Zo brak hij zijn hand in Madrid bij een val van een veel hogere startheuvel dan die in Amertonen. En daardoor werd zijn zelfvertrouwen onderuit gehaald. Gelukkig lukte de toenmalige bondscoach om Twan weer op de rit te krijgen. Met herwonnen moed en zelfvertrouwen doet hij goede zaken op de Olympische Jeugdspelen in Singapore. Twan zegt de school vaarwel en laat zien dat hij alles over heeft voor zijn sport. Hij besteedt veel aandacht aan kracht, full body en sprinttraining. Ook voeding wordt niet vergeten. De prestaties zorgen ervoor dat hij zich in de Olympische kiep kost en mee mag naar de Olympische Spelen in Londen. Eigenlijk was het de bedoeling dat hij pas mee zou gaan naar Rio in 2016. Hij zet in Londen een knappe prestatie neer onder toeziend oog van zijn ouders. Londen is immers niet zo ver. Hij behaalt de 5e plaats in de finale en dat is een uitmuntende prestatie. Hij geniet volop van de spelen, de entourage, het volle stadion. Het is te veel om op te noemen. Hij doet een geweldige ervaring op en ook in Veldril wordt zijn prestaties gevolgd. En krijgt hij bij thuiskomst een onverwacht en gezellig onthaal. Het lijkt eenvoudig, maar eenmaal neergezette prestaties kun je niet zonder meer evenaren of verbeteren. Het gaat met vallen en opstaan en ook op weg naar de volgende hordes, het WK in 2014 te Rotterdam en de Olympische Spelen 2016 in Rio, gaat niet alles van een leien dak. Twan houdt vol en blijft doorgaan. In Rio loopt hij door een val helaas een diepe blessure op. Maar Twan zou Twan niet zijn als hij zich er niet bovenop kon vechten. In de loop van de jaren leert zijn ervaring hem dat hij meer met beleid moet gaan rijden. Niet ten koste van alles en elk gat duiken, maar proberen dat waar je goed in bent te optimaliseren. Je zag al jong dat de ene goede start je verder zou brengen. En in de loop der jaren is gebleken dat je dat al prima gezien had. Zelfkennis is een krachtig wapen. Verandering van spijs doet eten. En Twan gaat in zee met trainer Martijn Jaspers. Die brengt nieuw licht op zijn sportcarrière en traint met hem alle facetten om bij de start van zijn kracht een wapen te maken. Op de WK in Zolder, 27 juli 2019, valt alles op zijn plaats. Als een duveltje uit een doosje komt hij van de startheuvel en het resultaat kennen we allemaal. Twan, het is geweldig dat je zelf nieuwe doelen stelt en nieuwe dromen hebt. Op de eerste plaats een Olympische medaille halen in 2020 in Tokio. Op de tweede plaats het record van de tot nu toe verste sprong ter wereld verbreken. Het record staat op 30 meter. Hopelijk gaat dat jou lukken. Jouw motto is in elk geval duidelijk. Sta je niet stil, ik wil het gewoon doen. En tot slot, wil je als ambassadeur van de sport graag dat de jongeren in jouw voetsporen kunnen treden. Goede faciliteiten zijn nodig om persoonlijke kwaliteiten te kunnen ontwikkelen. En om zo sporters tot grotere hoogte te brengen. Het is dan ook een grote wens van je dat de baan in Amazone waar jouw carrière startte omgetoverd wordt tot een baan
die aan alle huidige eisen voldoet. Zodat kinderen dichter bij huis kunnen blijven trainen. En tenslotte dat deze voorziening ingezet kan worden voor regionaal overstijgende wedstrijden. En zo een extra impuls kan geven aan de gemeente Maasdriel en aan de hele Bommelerwaard. Tot slot. Na het behalen van het wereldkampioenschap heb je je vizier gezet op de Olympische Spelen in Tokio. We laten het als met z'n allen vandaag hier zien dat we trots op je zijn. En we hopen dat we jou hiermee een steuntje in de rug geven richting Tokio. Jouw gedrevenheid, doorzettingsvermogen, steeds weer willen leren en optimisme zijn onontbeerlijk bij de voorbereiding om dat ultieme doel te halen. En je bent daarmee een voorbeeld voor velen. Succes, Twan. Maar geniet vanavond vooral van de prachtige verdiensten wereldkampioen te zijn. Overhandigen we je de oorkonde, die we als dorpsraad Veldriel zo nu en dan uitreiken aan personen die speciaal zijn voor ons in de samenwerking of die echt iets bijdragen aan ons dorp. En jij hebt een fantastische prestatie geleverd, alsjeblieft. 10.000 euro? Dus Twan, ik zal jou een bloemetje geven. En van deze feestelijke hulde gaan we een fotoboekje voor je maken. En dat is natuurlijk nog niet klaar, dat krijg je later. Dus dit is de voetbom voor het boek. En mag ik de ouders even naar voren halen? En de trainer. Oh, daar is Tania. Absoluut. Ja, oké, zoals reeds in het toespraakje voorgekomen is, kan het allemaal niet zonder ouders en zeker niet. En een goede trainer is ook onontbeerlijk. Vandaar dat hij ook een bloemetje gaat verdienen. Alsjeblieft, gezien. Martijn, dankjewel. Dankjewel, Carola van Kessel. Ze kan goed praten, daarom laat ik meestal op mijn haar over. Twan, wil je even naar voren komen, want Celine en ik als organisatiecomité hebben ook iets voor jou bedacht. Dus Celine. Ja, de paard moet nog starten. Nee, hebben we niet. Dat tappen ze niet. Nou, namens het dorpsraad krijg je een prachtige inlijstposter van de huldiging zoals wij die hier zeg maar gewoon gewezen hebben voor hem. En namens de dorpsraad, Twan even luisteren nu, dan ben ik aan het vragen. Namens de dorpsraad hadden wij zoiets van, wat ga je dus nu iemand geven die in één keer naar Kerkwil is verhuisd, maar wou we toch zeggen, je blijft in de Veldrielse. Nou wil het toch niet? Als we zeggen, wat associëren wij met Veldriel, komen we altijd heel snel op klompen. Maar ondanks de vakantie heeft onze plaatselijke klompenmaker klompen gemaakt van hem. In zijn maat, met de datum waarop meneertje kampioen geworden is, met zijn nummer erop en natuurlijk ook met zijn kleuren. En ik vind wel dat ze passen. Dan gaan we de vader beginnen met een mars als leven waar iedereen aan meedoen. En meteen daarna speelt ze een speciale mars die heet Veldriel. Geniet even van het langzaams leven, zingen we allemaal mee en daarna van de mars. En dan gaan we verder met het programma.